Een felle brand aan de Hayariweg te Kwata heeft het leven geëist van de 3-jarige Jesweer Harku. Bij de aankomst van de brandweer stond de woning al in lichterlaaien. Volgens een verklaring van de moeder kwam ze uit bad toen ze de brand ontdekte. Ze rende in paniek naar buiten en is vermoedelijk vergeten dat Jesweer zich nog in de woning bevond. De politie die voor de brandweer op het adres arriveerde, hoorde nog het gegil van het kind, maar kon vanwege het vuur dat zich had verspreid de woning niet meer binnen. Bij aankomst van de brandweer was Jesweer reeds omgekomen. De brandweerlieden stuitten op het verkoold lijkje. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het betreft in deze een hoogbouwwoning. De benedenverdieping werd bewoond door de familie Harku. De woning was niet tegen brand verzekerd. Het verkoolde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.